Als je het bos in gaat, dien je bij te hebben een kapmes. Een vishaakje met snoertje. En lucifers om vuur te maken. Wanneer je dus het bos in bent en je hebt geen water bij je, dan zijn er dus voldoende planten om wat water uit te halen. Zoals deze. En dat zal ik u even laten zien. Door Surinaamse instructeurs wordt de Nederlandse militair geleerd hoe hij zich in het oerwoud in leven kan houden. Ook een van de manieren om water uit te halen is deze, de top eraf. En omkiepen. Ook uit deze liaan kunt u water uithalen. Ja, jongens, kom op. Goed, de vissen die u gevangen hebt, kunt u op een eenvoudige barbecue klaarmaken, zoals deze. Het is verboden te zwemmen in de rivieren van Suriname, vanwege die piringgevaar. Deze vallen aan en zijn in grote scholen. In de tropen, dus ook in Suriname, komen diersoorten voor waarvan we weten dat ze gevaarlijk zijn. De soldaat wordt ook gewezen op de gevaren die hem in de rivieren bedreigen. Wanneer u erop trapt, krijgt u zo'n stekel, die angel, in uw been. En dit is ontzettend pijnlijk, u kunt hoge koorts van krijgen. Dit is een eetbare kern van een pinapalm. Kun je allemaal op kouwen, heel lekker. Hij leert ook de eetbare vruchten herkennen en hoe ze smaken. Ook heel lekker, proef hem maar. Gewoon uitzuigen. Ja, openbreken, uitzuigen. Dit is de maripa. Dat kennen u allemaal, bijten en opeten. Dit is de gewone rode kers. Heerlijk, hè? Ja. En hier hebben we nog cassavebrood van de inlanders. Als je ergens komt, dan mag je hem vrij al opeten. En dit is bijzonder lekker, daarom neem ik zelf een hap.